Ter gelegenheid, dames en heren, van de 80ste verjaardag van Merrie Dresselhuis schreef Paul Hanen het blijspel een bijzonder prettig vergezicht voor haar. Ze speelde het inmiddels 2 seizoenen lang in de theaters en nu vanavond kunt u het op televisie zien. In het stuk 3 personen, 2 vriendinnen en een man die bij 1 van de 2 in huis woont. Petra Lasseur en Leen Jongewaard spelen die rollen naast Merrie Dresselhuis. Ik wens u een bijzonder prettig vergezicht. Jij hebt mij gekwetst. Ik heb alleen maar gevraagd of je niet iets anders hebt om aan te trekken. Dat je voor gek loopt. Dat is de toon waarop jij dat vraagt. Dat is die ondertoon van jou. Jij kan niet tegen kritiek. Jij probeert je moeder de grond in te stampen. Ik krijg straks mijn eindexamendiploma, mama. Het gaat om mij. Dit keer gaat het om mij. En alle ouders komen. Ik niet. Eerst excuses. Maar ik ben geslaagd, het is feest en ik krijg mijn diploma. Oh, ja, jij krijgt je diploma. Cijfer je moeder maar weg. Nou, ik ga. Ik zeg wel dat jullie ziek zijn. Nee. Laat je vader toch buiten. Die is aan het werk. Voor jou, onder andere. En ziek zijn we geen van twee. Daar mag je niet mee spotten. Dat jij als een verwend kind in een hoekje zit te pruilen, dat zal ik zeggen. Omdat ik iets brutaals over je kleren heb gezegd. Ik zie er fantastisch uit. Kijk in de spiegel. Ik doe niet anders. Alles klopt aan mij. Dag, mam. Bedankt voor je warmte en begrip. Nee, Ingrid. Nee, Ingrid, ben je er nog? Ingrid. Zo kan je je toch niet vertonen? Dat heb ik gekocht bij Maison Helene Asphalt. Daar verkopen ze geen rommel. Jij kan niet tegen kritiek. Kan niet tegen onrecht. Niet in Afrika, niet in Amerika, niet in Rusland en niet thuis. Afschuwelijk om ten onrechte beschuldigd te worden. En daarbij komt dan nog die ondertoon van jou. Ja, dat weten we nou wel. Vanaf je geboorte zat jij al met die ondertoon. En daarmee wil jij zeggen dat je je voor die van je moeder schaamt. Streurig hoor, streurig. Dat je als kind zo diep gezonken bent dat je je schaamt voor degene die je geworpen heeft. Nou ja, mama, alsjeblieft. Weet jij nog wat er in die trein naar Eerbeek gebeurd is? Weet je nog wat je daar voor verschrikkelijks hebt gedaan? Nee, hou nou op met me te beschuldigen. En dat is al zoveel jaar geleden. Ik heb je vaak genoeg gezegd dat ik daar spijt van had. Dat had ik niet moeten doen. Nee, maar je probeert nog steeds mij te kwetsen. Terwijl ik zoveel voor je over heb. Nou, ik dit gekocht heb om er vandaag echt vrolijk uit te zien. Op jouw diploma uitreiken. Kan ik voor mezelf geen nieuwe naaimachine kopen. Nou, zie eens wat ik voor je over heb. Nou, laten we dan snel gaan. En hou aan wat je aan hebt. Nee, nou ga ik niet meer. Nou, zitten. Kan je veel excuses maken, maar nu heb je het bij mij verbruikt. En het kan heel lang duren voordat dat gesleten is. O, God. Ik ben geloof ik vergeten de koffie uit te zetten. Mag ik even bellen? Ja, tuurlijk. Oh. Ja. Was het goed zo? Ja, gaat wel, ja. Nou, gaat wel. Jij bent niet erg enthousiast. Moet het agressiever? Nee, niet agressiever. Nee. Zuigender misschien. Zuigender, zeg. Dat is moeilijk. Jee. Hè, dat ik jouw moeder nooit gezien heb, dat maakt het zo lastig. Ben ik er klaar? Ja, oh, dag lief, met mama. Oh, wil jij even kijken of de koffie nog aanstaat? Die heb ik al aan gedaan. Oh, gelukkig, ik schrok al. Heb je de boodschappen? Ja, alleen de vis haal ik dadelijk hier op de hoek. Hoe laat ben je thuis? Nou, om 1:00 of 7:00. Maar niet later. Papa komt om 8:00 en dan wil ik alles klaar hebben, begrepen? Zeg, ja. Ik ga even naar de was kijken. Ja, ja. Tot zo. Ja, tot zo. Doei. Dag. Hè? Niks aan de hand. Hè? Geen brandende keuken? Nee.
Weet je wat ik wou? Dat ik een foto van je moeder had. Kon ik me beter inleven. Nee, maar dat is toch niet nodig? Het gaat toch niet om het uiterlijk? Het gaat juist om het innerlijk. Zeg, die slang. Zit die daar nou eigenlijk goed? Ik stoor toch niet, hè? Ah, je nieuwe wasmachine! Ja, 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 hoeveel, hè? Hoeveel? Vroeger had ik hem toch gewoon, had ik hem gewoon in de gootsteen liggen. En nou hebben we een afvoer laten maken. Maar zit hij er niet te los in? Nee, wel nee, dat hoort zo. Als het maar wel goed doorloopt. Hm. Zeg, wat raar eigenlijk, hè? Dat het zo, ja, zo prettig is om het verleden opnieuw te beleven. Omdat jij er zoveel aan hebt. Ja, ik dacht, we kennen elkaar nou een jaar. Nou gooi ik er eens een bloemetje tegenaan. Ze zijn mooi. Oh. Ja, ja. Dag Otto. Hé, hey, dag Ingrid. Hoe is het nou met je? Goed. Wat zie je er weer mooi uit. Oh, dank je. Als jij straks boodschappen gaat doen, wil je dan wat batterijen voor me meenemen? En ik heb een meter microfoondraad nodig, want daar in de hoek is het kapot. Heeft hij me dan zitten trekken, lijkt wel. Dat ook kunnen we het daar straks over hebben, want wij zijn nog bezig. Ik vraag net of ik stoor en niemand zegt er wat. Moet je aanvoelen. Jij moet wat beter in de microfoon praten. God, we bij elkaar nog een jaar kennen, zeg. Ik weet nog zo goed die eerste avond. Dat feestje. Dat vreselijke feestje. Oh, iedereen uitbundig aan het dansen. Daar zat jij heel alleen als een soort zielig muisje. Nou. In een hoekje voor je uit te treuren. Ja, jij wou met niemand praten. Nee, maar ik vond het ook een afschuwelijk feest. Ja, ja. Ja nee, maar ik voelde me ook zo ontzettend rot. Ja, want Bob had een vriendin. En Jurgen en Jenneke waren onhandelbaar. Ja, ja. Nee, om krankzinnig van te worden. Ja, en wat dan nog mijn hoofd vol met die onverwerkte herinneringen, zeg maar. God. Nee, ik was me toch down? Ja, nee, totdat jij kwam. Ik wou er helemaal niet naartoe. Ik moest. Ik had beloofd. Hier, hier. Proost. Ja, proost. Proost. Op de komende jaren. En ging jouw moeder toen mee, achteraf, naar die diploma-uitreiking? Nee. En ze sprak weer een paar dagen niet tegen me. Oh, wat erg. Maya! Oh. Ze zijn nog niet thuis. De benedenburen. Wat? Nee. Doe je dat nog steeds? Af en toe. Het is daar niet helemaal pluis en vandaar. Maar jij bent toch het personeel? Ja, je blijft op zoek naar de waarheid, hè? Ik kan niet stoppen, dat is het. Jullie zijn toch ook aan het zoeken? Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, je hebt zoekers en slapers. Zeg, Ingrid, wij gaan nou zo meteen weer verder, hè? Dus wat zei je nou? Het moet zuigender. Ja. Zuigender. Hoe is het dan met je kinderen? Ik heb ze zo'n tijd niet gezien. Oh, goed. Jenneke wordt al een hele dame. Hoe mag je wel uitkijken? Weet je, het is toch zo vreemd met haar. Een ene moment is ze heel... Ja, open en hartelijk. Hm. En het volgende moment is het totaal onbereikbaar. Nou ja, nou had ik dat vroeger ook hoor, van die enorme stemmingswisselingen. Zeg me, maar zij heeft een moeder die naar haar luistert. En niet één die haar schuldgevoelens bezorgt. Nou ja, die naar haar probeert te luisteren. Ja, maar ik faal te veel. Ach, nee. Jawel, Jenneke vindt dat ik er te weinig aandacht geef. Hm. Ja, en dat is ook zo, want iedere keer, ja, als ze me wat vertelt, dan dwaal ik zo gauw af naar mijn eigen gedachten. Dat ik niet meer hoor wat ze zegt. Nee. Jawel, ik probeer me wel in haar te verplaatsen. Maar dan gedraag ik me als mijn eigen moeder en dan sluit ik me af en ik faal. Nou ja. Als je dat voor jezelf zegt, dan is dat niet zo. Zij die denken dat zij falen, ach, zij falen niet. Maar zij die menen nooit te falen, juist zij falen expliciet. Kijk, Jurgen is veel evenwichtiger dan Jenneke, maar veel brutaler ook. Nee hoor, zou je niet zeggen. Hij heeft vorige week een schoonheidswedstrijd gewonnen. Was de knapste van de school. En nog wel met een ruime voorsprong. Een schoonheidswedstrijd? Mm-hmm. Op school? Heb ik nog nooit van gehoord. Hè? Schoonheid is wat de gek ervoor geeft. Ik heb eens voor de oorlog een Miss World moeten afluisteren. Omdat hij contact had met een terreurorganisatie in Italië. Maar wat die allemaal uitbraakte was niet bepaald schoon. Ai, 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 ai. Wat een viezigheid. Ze had het ene gesprek nog niet afgebroken of ze begon alweer aan het volgende. Ik zat gewoon met de rode kop en het woordenboek naast me af te luisteren. En dat was dan de grootste schoonheid ter wereld. Ja, maar Otto, dit is toch heel iets anders? Schoonheid en viezigheid zijn vaker vriendjes dan de wereld lief is. Maar dit is heel iets anders. Ja, maar ze doen het ieder jaar. De verkiezing van het knapste meisje en de knapste jongen. Maar wat verschrikkelijk voor die andere kinderen. Gaat er van school uit? Ja,
Leerlingen zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. En nou hebben de docenten het overgenomen. Nee, een schoonheidswedstrijd. En de eerste prijs is een vrije overgang naar de volgende klas. En als je in de eindexamenklas zit, krijg je vanzelf je diploma. Heeft de premier eigenlijk nog gebeld, Zil? Nee. Oh, Jurgen was er maar wat trots op. Dan komt dat nog wel. Ik kom in een commissie. Die moet adviseren bij het leeghalen van brievenbussen van bekende Nederlanders. Zeg, wij gaan nu weer verder, hè? Zeg, ja. Mocht die bellen, ben ik boven. Begrijp ik. Ja. Ja. Zeg, was dit goed? Oh ja, fantastisch. Huh? Ja. En die schoenen ook. Ja, hoeveel heb ik ervoor gekocht? Ja, mama wou altijd opvallen, hè? Ja. Nee, maar nee, die moet je er niet speciaal voor kopen. Wat? Nee, wat kostte die? Oh, jij bent nog gek, dat vind ik juist leuk. En die verkoper wou me ervan weerhouden. Die zei dat schoenen voor jonge meisjes waren, die op wouden vallen. Ja, ik zei dat ik me ook zo jong voelde, dat ik ook op wou vallen, ja. Toen haalde die een paar schoenen tevoorschijn. Voor jonge meisjes, om op te vallen, maar ook voor mijn leeftijd. Een paar bruine monsters met op de neus een roze taartje, mag ik wel zeggen. Ontzettend gewoon. Zeg, wij gaan weer verder, hè? Heb je nog steeds last van je spoorbomen, Ingrid? Nou, dat zijn gelukkig haar spoorbomen niet. Nou ja, die spoorbomen voor haar huis. Gaan ze nog steeds open en dicht? Ja, aan één stuk door. En zonder dat er ook maar één trein voorbij komt. Wat verschrikkelijk. Ja, nee, echt een makkelijk leven heb ik niet, hoor. Nee, en op het ogenblik word ik er helemaal stapelgek van. Want ik ben een artikel aan het schrijven, ja, voor het Museumjournaal. Over de invloed van de oudere vrouwen op het werk van Rembrandt. Oh, hadden ze dat? Ja. Nee, maar ik moet het overmorgen af hebben en ik kan me nu absoluut niet concentreren. Want die spoorbomen gaan nu om het kwartier. Absurditeit is in de bellenhamels van de dagelijkse sleur. Maar jouw spoorbomen gaan verder. Dat is haast terreur. Zal ik er eens voor jou achteraan gaan? Zeg, dat lijkt mij zo verkeerd voor de opvoeding van je kinderen. Want die zien voortdurend die bomen neergaan. En associëren dat niet. Oh, zo. Maar er voorbij. Ja, een voorbijrazende trein. En daar krijgen ze later een crisis van. Oh. Ja. Ik denk niet dat het je lukt, hoor. Goedemiddag. Ik had een vraag aan u. Ja, met wie spreek ik? Ik zal dat wel eens voor je gaan onderzoeken. Met Angelique Precaire. Vindt u het erg om iets gratis te krijgen? Nou, ik heb er een hard hoofd in. Hak er vanaf. U bent namelijk van 3000 mensen de enige die doorgedrongen is. Ik wilde u daar van harte mee feliciteren. Ik heb in mijn werk al moeilijkere zaken opgelost. Voor 8 personen. Oh, nou ja, heb ik helemaal geen behoefte aan. Wie is dat? Ik weet niet, ik heb recht op iets, weet je, zo van. Ja. U moet een bedragje van slechts 40 gulden overmaken en dan bent u de gelukkige uitverkoren. Ja. Dat is wel prettig in deze barre tijden. U bent dan ook meteen lid van de culturele amusementsclub van de maand. Hier, neem jij hem maar. Hallo? U moet 40 gulden storten en dan bent u vrijwel zeker de gelukkige bezitter van een 8-persoons auto. Dat zal ik doen. Goedemiddag. Zeg, Ingrid, wij gaan nou weer verder, hè? Zeg, ik ga er bijvoorbeeld voor jou achteraan, hè? En denk jij dan even aan de batterijen? Nee, Otto, nee, ik ga helemaal geen boodschappen doen. Oh, dan had ik het je net zo goed niet kunnen vragen. Nee. 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 Nou, zeg, wat gaan wij doen? Ja. De scène in de trein naar Eerbeek, die doen we straks. Mm-hmm. Maar nu, ja, nu zouden we nog door kunnen gaan over de jaloezie van mama. Over wat ze dacht dat er was tussen papa en mij. Nee. Nee, oh nee. Nee? Nee hoor, nee. Nou, nee. Dan niet. Nee. Nee, maar dan hebben we hier nog het kinderloze huwelijk van tante Carla en oom Koos. Wat is dat? Jawel, dat mama mij op schoot zette bij oom Koos. Ja, als troost voor hem. Maar dat ik het zo'n afschuwelijke man vond, dat ik spontaan begon te plassen. Nee. Hoe oud was je toen? Toch geen 17? Nee, 5, denk ik. Ja, ja, ja. Hier, dan kunnen we het nog hebben over al mijn kinderfoto's die ik heb verscheurd. Dat is een goeie. Nou, genoeg ellende, hè? En de strandscène? Ah. Nee, die wil ik nog even niet doen. Waarom niet? Nee. Die zou ik zo kunnen spelen. Heb je zoveel over verteld? Jawel. Ik geloof zelfs dat ik weet hoe jouw moeder zich toen voelde. Nee, daar zie ik zo tegenop, hè? Wat? Om die gebeurtenis boven te halen. Nee. Want ik ben schuldig. Oh. Echt waar. Ben ik niet met je eens. Jij verwoest je leven met die gedachten. Nou, laten we hem dan bewaren. Tot het allerlaatst.
Ja, maar... Nee, ik zal hem heus wel doen, maar nu nog even niet. Ja, maar waarom niet? Het gaat toch goed? Ja. Je verleden moet steeds lichter en lichter worden, tot helemaal geen ballast meer vormt. Alles verwerken, opnieuw beleven en het dan afvoeren. Zie je, die schuldgevoelens waar jij mee zit, doe je zelf de das mee op. Ja, maar jij hebt makkelijk praten. Maar je merkt, het helpt. Ja, soms denk ik dat helpt. Ja. Nee, het helpt. Ja. Ja. En ik dwing jou niet. Jij wil het. Maar het was jouw idee. Ja, dat is waar. Nee, maar hier, wat ook steeds weer boven komt. Ja, dat is mijn eerste liefde. Ja, en hoe die eindigde en hoe mama daarop reageerde. Heb ik het daar wel eens met je over gehad? Ja, daarbij is over begonnen. Het was ineens te laat of zo. Ik zat in de derde klas van de HBS. En hij kwam in december op school. Ja, Patrick. Ja. Oh, hij kwam van het Haagse Montessori Lyceum. En ik moest hem bij ons op school zo'n beetje inwerken. Huh? Ja, en groentje dat ik was. Oh, ik had nog nooit iets met een jongen gehad. Ik werd er verliefd. Nee, maar hij was ook zo knap, Sylvia. Hij had hele lichte ogen. Heel lichtblauw. Ja, of lichtgroen. Nou ja, goed. In ieder geval heel helder. Oh, en een gruwelijk mooie mond met hele zachte lippen. En hoe oud was jij toen? Want hoe oud zal ik geweest zijn? Nou, 14, 15, denk ik. Voor de eerste keer verliefd. Ja, dat was zo intens en ja, overrompelend. Nou, en toen hij al lang wist hoe het bij ons op school toeging, ja, toen zocht hij toch steeds weer smoesjes om bij mij te kunnen zijn. En op een middag, in het Beatrixpark, is het gebeurd. We zaten in het gras aan het water, maar er was verder niemand. En ineens sloeg hij zijn arm om me heen en hij begon me te kussen. En dat was voor het eerst van mijn leven dat ik een tongzoen kreeg. Maar ja, ik wist gewoon niet wat me overkwam. God, die eerste kus van hem heeft me geloof ik meer beroerd dan alle seks in mijn verdere leven. Nee, werkelijk waar. Nou. En hij kon ook zo lief kreunen. Oh God, en pas 14. Nou, en na die kus waren we onafscheidelijk. We gingen samen naar school en we maakten samen ons huiswerk. We gingen samen naar de film. Oh, alles deden we samen. En heel veel kussen. En heel veel kreunen. Oh, bijna het hele jaar door. Nee, maar op een ochtend. Ja, dat was vlak voor de vakantie. Maakte die het uit. Ja, hij vond het moeilijk, zei hij. Maar het was voorbij. Nou, en waarom kunnen we er niet over praten? Nee, praten kan niet, zei hij. Praten, dat doen oude mensen. En ik werd zo van de ene dag op de andere volkomen genegeerd. Ik bestond niet meer. Er was er niks aan vooraf gegaan? Nee, niks. Geen ruzie, niks. Want ik voelde me zo afgesneden van de wereld. Ik was ook niet in staat om er met iemand over te praten. Ja, papa vroeg wel wat er was, maar ik zei niks en ik haalde mijn schouders op. Wat een iedere dag naar school. En iedere dag zag je hem. Oh God, wat een rot, jongen. Ja, ik wilde ook dood. Ja. Nou ja, of op zijn minst nooit meer eten. Nee, maar wat er nog bij kwam, wat het allemaal nog veel erger maakte, was dat hij toch vrijwel direct ging aanpappen. Ja, met het meest weerzinwekkende meisje van school. Ja, nee, zo'n karakterloze pudding. Nou, dat is toch idioot dat ik daar nou nog zo kwaad om kan worden. Maar is het nooit meer goed gekomen tussen jullie? Nooit meer. Nee, nou, en uiteindelijk, ja, na een paar weken. Toen kon ik me niet meer inhouden en toen heb ik het aan mama verteld. Zullen we daar maar beginnen? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed, dan gaan we weer. Hey, wacht even, want ik moet me even in je moeder verplaatsen. Ja, nou, ik weet nog dat mama een rok voor mij gemaakt had en die moest ik passen. Ja, dat doen we erbij. Passen en afspelden en zo. Doe maar. Ga jij maar staan. Wacht, ik moet even wat zoeken. Wacht even. Ja, goed, ja. Ik was al dagen aan het huilen. En
Ja, ik at niks meer. En ik zat alsmaar voor het raam naar buiten te turen. Nou, dan... Oh, dat is goed. Ja, dat is goed. Jij zit met iets, hè? Patrick heeft het uitgemaakt. Oh god, waarom? Dat weet ik niet. En hij is nou met Theresa. Oh, een mooie naam. Ik ben zo ongelukkig. Ja, liefdesverdriet hebben we allemaal gehad, hè? En dan moet je zomaar denken, dat gaat weer voorbij. Is dat nieuwe meisje leuker dan jij? Dat is een vieze, verwaande zeur. Dat is een smerig en een achterbaks klodderkind. En ze kwijlt van alle kanten. En ze plakt en ze kleeft. God, ik zag ze vandaag wegrijden van schoolmama. En zij zat bij hem achter op de fiets met haar neus in de lucht. En ik voelde dat haar kont helemaal met zijn bagagedrager zou vergroeien. Nou, dat zie je te somber. Het wordt een vlot rokje. Oh, Patrick was zo... zo lief. En zo warm. En geduldig? Nou, blijkbaar niet. En hij had een hele zachte stem. Als hij wat tegen je zei, dan moest je heel dicht bij hem komen. En dan voelde je zo de warmte van zijn adem tegen je wang. Nou, daar schiet je ook niks mee op. Dat kunnen zoveel jongens. Maar er is maar één Patrick. En ik hou van hem. Ja, maar, nou moet je toch eens van de positieve kant zien, hoor. Want nou heb je een beetje meer tijd voor je huiswerk. Want je was achter. Oh. Ja, je was achter. En nou kan je weer eens een goede beurt maken op de HBS. Ik wil niks meer. Nou, ik had het vroeger veel, veel erger dan jij, hoor. Oh, ik heb zoveel liefdesverdriet gehad. En daarbij waren wij arm. Oh, wij waren ontzettend arm. En dan kwam je thuis in een koud huis en dan maar huilen. En, ik ben blij dat ik thuis ben. Nee, zeg, die buren kan ik er niet doorheen hebben. Zo. Nou, en mijn moeder was veel, veel harder dan ik. Die vond mijn huilen, dat vond ze energieverspilling. En dat mocht niet. Voor energieverspilling waren wij te arm. Het was crisistijd, hè? En heb je wel eens gezegd dat je hem sloom vond? En dat je hem niet goed kon verstaan? Nou, dat vond ik ook, hoor. Ja, toen hij eens bij ons was. Ik dacht, nou, zeg, is dat nou die Patrick? Is dat nou die geweldenaar? Zeg, dat schriele kippetje. Nou, is dat nou de grote vlam van mijn dochter? Hij is niet sloom. Och, en weet je wat, die rotte tanden. Nou, kom je daarbij? Ik vond het een slijmerd. Nou. Ja, jij moet blij zijn dat je makkelijk van hem afgekomen bent. Jij begrijpt mij niet. Ik begrijp jou donders goed, hoor. Er is met jou heel wat anders aan de hand. Jij bent verslaafd aan de liefde. Jij hebt helemaal geen ruggengraat. Je hebt alleen maar lustgevoelens. Jij jaagt je lustgevoelens achterna. Lees eens een goed boek. In plaats van te wentelen in primitieve driften. Viespeuk. Ik ga weg en ik kom nooit meer terug. En toen? Toen ging ik naar een vriendinnetje. En daar bleef ik slapen, zonder dat iemand het wist. Was je moeder niet ongerust? Ja, nou. Want ik bleef dus de hele nacht weg. En ze raakte totaal in paniek. Ze belde stad en land af.
Ze liep zelfs 's nachts op straat naar me te roepen. Dat ik een vriendinnetje had, dat kwam niet in haar hoofd op. Nou, en de volgende dag op school hoorde ik dat iedereen me zocht. En toen hebben ze naar mama opgebeld om te zeggen dat ik terecht was. Nou, na school ben ik toen maar weer gewoon naar huis gegaan. En hoe reageerde ze? Koel. Ze was beledigd. Ze wou er niet over praten. Mm-hmm. Weet je, ze dreef je zo ver dat je iets deed wat je niet had moeten doen. En daar had je dan later spijt van. Maar ik vond het natuurlijk vreselijk dat ik die nacht was weggebleven. Ik zou in jouw plaats denk ik precies hetzelfde gedaan hebben. Weet je, en hadden we het nou maar kunnen uitpraten. Maar die trots van haar. Hm? Nou, dat zit er ook weer op. Ja? Het wordt wel steeds helderder. Oh, godzijdank. Zeg, hoe laat is het? 4:15. Ik moet vis halen. Want Bob komt om 8:00 thuis en Jenneke gaat koken. Oh. Hier, mijn knijpers. Zo, waar komt Bob vandaan? Nou, uit Genève. Otto noemt hem tegenwoordig onze diplomaat. Oh, nee. Hij is een ambtenaar. Oh, ja, een reizend ambtenaar. Hij moet besprekingen voeren. Hm. Ja, hij is een reizend ambtenaar en ik ben een dichtgepiekerde huisvrouw. Oh, God. Ja, reizend ambtenaar woont met dichtgepiekerde huisvrouw. Ja. God, en ze leefde nog lang en gelukkig. Zeg, denk jij dat mama zou begrijpen wat wij doen? Ja, als ze nog zou leven. Ze zou je vieren delen. Als het jou maar helpt. Maar waarom offer jij je zo voor mij op? Oh, nee, zeg, voel je je daar nou weer schuldig over? Nee. God, ik vind het ook prettig om te doen. Ik heb een gemene rol, maar als het jou helpt, vind jou toch aardig? Vanaf die eerste avond op dat feestje voelde ik me al te, tot je aangetrokken. Ik weet niet, hoe moet ik dat nou noemen? Ja, raar, hè? We hadden meteen al iets van moeder en dochter. Ja, ik had zelf graag een aardige dochter willen hebben. Nou, je zegt het op een manier alsof je wel een dochter hebt, maar geen aardige. Je moet naar je vis, anders is die dicht. Ja. Maar ik kom zo terug. Ja? Want dan doen we nog de scène in de trein naar Eerbeek. Ja. Daar heb ik zin in. Ja. Dag. Ja, dag. Tot straks. Ze zijn thuisgekomen. Ze zijn net terug, hè? Ja. Jij moet trouwens uitkijken met Ingrid. Het is riskant wat je doet. Wat eten we? Diepvries. Nee, ik moet jij zeggen. Jij moet ophouden met afluisteren. Ik vind het vervelend. En ik vind het ook onbeschoft. Tegenover Ingrid. Ze vertelt mij allemaal intimiteiten die helemaal niet voor jou bestemd zijn. Erger is dat jij je op het terrein van een deskundige begeeft. Ach wat, een deskundige. Ik ken dat soort vrouwen. Opeens schieten ze door. Dan raken ze zo ver in een crisis dat je ze er met geen mogelijkheid meer uit krijgt. Jij maakt je druk om niks. Ik zat eens naast een collega. Hij was net bij de BVD aangenomen. En die luisterde een gesprek af tussen een Nederlands zangeresje en John F. Kennedy. Ze had intieme contacten gehad met Kennedy. Heb je me nooit verteld? Dat mocht toen ook niet, maar het is nu wel weer zo lang geleden. Het was in de tijd van de blokkade van Cuba. En het Nederlandse zangeresje had een contract om in Havana op te treden. Op een of ander lentefestivaletje of zo. Maar dat ging vanwege die blokkade niet door. Daarom belden ze Kennedy om te vragen wanneer die blokkade zou ophouden. Maar dat zei hij niet. Daarna vroeg ze wanneer hij weer eens bij haar langs zou komen met haar naar bed te gaan. Maar Kennedy wilde niet langskomen, want hij had een ander. Oh, doe maar. Altijd met die diepvries. Waarom eten we nooit eens uit blik? En dat meisje werd me daar kwaad, wie het dan wel zijn mocht. Marilyn Monroe. Ze begon te gillen van woede en mijn collega raakte helemaal overstuur. Die vond het allemaal zo erg. Ik pik het niet. No way, schreef het Nederlandse zangeresje. En voor straf zal ik al onze intimiteiten aan de grote klok gaan hangen. Maar dan ook al onze intimiteiten en tot in de kleinste details. Zwijg, zei Kennedy. Forget it, zei het zangeresje. Later is ze vermoord. Door jullie? Nee, ik denk door de CIA. Oh, doe maar. Ja, dat gaat allemaal maar makkelijk. Het is raar, blik. Toch vond je dit diepvries veel lekkerder. Daarom waarschuw ik je nou voor Ingrid. Begrijp je wel? Maar Ingrid heeft toch helemaal niks met het verhaal van dat zangeresje te maken?
Ingrid heeft allerlei dingen niet met haar moeder uit kunnen praten. En dat doet ze nou met mij. Ze knapt er van op. En ik vind het gezellig. Jullie spelen. Psychiatertje. Oh, probeer toch niet alles in te delen. We doen gewoon wat we zin in hebben. Ik hoor iets kloppen. Jij moet trouwens veel beter in de microfoon praten. Ik kan jou vrijwel niet verstaan. Ja, van Ingrid hoor je alles, maar het is net of jij met de hand voor de mond praat. Het is in de keuken. Kraan is niet goed dicht. Jij moet ophouden met afluisteren. Het druppelt wel hard voor een kraan. Dat hadden wij niet afgesproken. Nee. Ga dan kijken als je het niet vertrouwt. We hadden afgesproken dat jij na je pensionering nog een paar jaar door zou gaan met je vroegere werk. He, incidenteel, als een aardigheidje, zou jij nog eens iemand afluisteren. Nou, ga maar kijken. Shh. Nou, maar die jaren zijn niet bij. Jij moet stoppen. Waarom moet ik kijken? Het is jouw keuze. Nou, wat heb je daar nou aan om dat te horen? Ik weiger abrupt met mijn werk te stoppen. En ik weiger mijn ogen te sluiten als mijn hulp noodzakelijk is. Maak die oudjes weer aan de waai, zeg. Wat dan een machtig. Nee, nee, nee. Hoor je wat ze zegt? Hoor je dat? Moet je niet op reageren. Het is geen echt paar zo hokken samen. Het is geen echt niet. Er staan nog twee in de handen op de deur. Ga eens even naar de druppelen kijken. Als dat zo is, dan zou ik het zo onsmakelijk vinden dat de dochter er niks van zegt. Maar misschien doet ze dat wel, want ze bestrijdt ruzie. Waar bemoeien ze zich mee? Nou, dat kunnen ze van jou ook zeggen. Ingrid heeft gigantische problemen, dat merk ik. Ik moet er toch niet aan denken, zeg, dat ik mijn moeder over haar dood heen nog beschuldig. Dat doet Ingrid helemaal niet. Die probeert juist de dingen opnieuw te beleven om meer begrip te hebben, om milder tegenover die moeder te staan. Ik heb altijd als één man achter mijn moeder gestaan. Ja, ook toen ze voor de zesde keer trouwde? Ook ja, ook ja. Ik moest even wennen aan het leeftijdsverschil. 78 en 16. Ja. Maar ik heb er nooit veroordeeld. En die jongen was heel goed voor haar. Een beetje ordinair, dat wel, maar zo vrolijk en bewegelijk. Mama heeft er nog veel plezier aan beleefd. Nou, heerlijk hoor. Dat jij als een man achter je moeder stond. Maar niet iedereen leeft zo ongecompliceerd als jij. Toen ze 85 was, liep ze nog in een strakke leren broek. Nou, wat Ingrid en ik doen, is zo onschuldig. Blijf er maar eens een keer bij, dan maak je het mee. Nou, zo onschuldig is het hem ook weer niet, hè? Wat? Want je hebt onze vakantie ervoor uitgesteld. Ja, dat vind ik vervelend. Ja, dat geef ik toe. Maar kan Ingrid niet halverwege in de steek laten? Ja, ik had me er zo op vreugd om samen met je naar de Alpen te gaan. Oh, dat doen we toch? Dat doen we. We gaan toch weer straks? Ja. Dat wordt toch weer fijn? Tuurlijk. Het is wel alleen door de vangst, hè? Huh? Als je moet kopen, ben je vermogen kwijt. Zien we wel dat het goed is om af te luisteren? Ze stelen. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Och. Waar moeten we het allemaal stoppen? Ze hebben natuurlijk tafelzilver gestolen. Zoveel mogelijk in de koelkast. Nee, toch niet. Wat zou het wel zijn? Dit is veel te veel. Ah, waarschijnlijk hele zeldzame aardbeien. Je moet niet overal misdaad in zien. Ja, schat, ik zit 35 jaar in het vak. Ik weet heus wel waar ze het over hebben, hoor. Ik ben op het goede spoor. En komt het nou door je nieuwe hengel of door het super aas dat je zoveel binnen hebt gehaald? Het is talent. Ja. Oh. Ik hoor nu een straal water in de keuken. Hallo? Ja, ik heb u net al aan de telefoon gehad. Oh nee, hè? Gadverdamme, het lekt hier. Het bejaard thuis lekt weer. Het lekt beneden. Ik doe niet dat ik zo meteen ben. Wat is het nummer? Hoe kan dat nou? Otto! Otto! De slang van de wasmachine! Oh god. Laat maar stromen. Je moet nu het hoofd koel houden. Ik heb dit soort zaken zo vaak in mijn werk meegemaakt. Keep cool. Keep cool. Ik ga hem toch dichtdraaien? Dan weten ze toch dat we hun afluisteren. Tactisch gezien is dat nou het stomste wat we kunnen doen. Ja, we moeten nu afwachten. Wij hebben die zet met het waterkanon gedaan. Nou is het hun beurt. Dat hebben we toch niet expres gedaan? Ze zeggen dat we een bejaarde te huis zijn. Wil jij dat over je kant laten gaan? Oh god. Oh, hier. Dat mens. Ik ben nu straks weer terug. Nee. Het is het verkeerde moment. Nee. Leg nog toch neer. God, dat vind ik zo onbeleefd. Ik kan toch die kraan
ligt draaien, want ik kan toch zelf tot de ontdekking zijn gekomen. Sylvia, we zijn met hele andere dingen bezig. Oh, God, wat krijgen we nou? Oh ja, och, bent u het? Er stroomt iets over bij u. Wat zegt u nou? Ja, en dat is nou de zoveelste keer. Nou, dan ga ik dadelijk even kijken, hoor. Ga dadelijk even kijken. Oeh, de slang is eruit gesprongen. De slang is eruit gesprongen. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Schandaal. Maar er kunnen nog vele keren volgen. Pas op uw woorden en let op uw daden. Schande, schande. Hier, wat doe je? Hier, wringen. Ik heb je vrouw. Flink de waarheid gezegd. Ik zeg pas op uw woorden en let op uw daden. Wringen. Otto, draai die buren weg. Ik zeg tegen haar, moet u eens goed naar me luisteren. Het rechte pad is ook zo smal. En het is maar wat verleidelijk om er vanaf te stappen en te stelen wat los en vast zit. Hier, wringen. We leven in een pluriforme maatschappij, zeg ik. Een maatschappij waar veel mogelijk is. Een maatschappij met veel mazen in de wet. Ja, hier, wringen. Maar ik hou u in de gaten. Pas op uw woorden en let op uw daden. Nou, daar konden ze het wel even mee doen. Oh God, nog een lekkage. Waarom doe jij niet open? Stil nou. Oh hemel. God. Oh, ben jij er? We hebben hier een paniek gehad. Oh. Nee. Jij hebt heel wat gemist. Maar wat dan? Nou, die slang zat toch niet goed in die afvoer. Nee. En begon beneden bij de buren de keuken onder te lopen. Nee, en is nou alles in orde? Nou, ik heb de kraan dichtgedraaid. Ik zal verder, straks wel verder kijken. Ik heb me gek gedweild. Ja, laat mij maar even. Oh, jij bent een engel. Ja, en de volgende week bij mij graag. Ja, dat begrijp ik, ja. Otto, toe nou. Ga Ingrid nou toch even helpen. Otto, toe nou. Ja. Hè? Oh! Is het om Otto dat je het de volgende week bij jou wil doen? Nee, van Otto heb ik geen last. Heb je van mij geen last, Ingrid? Nee hoor. Nou zegt ze toch? Ik zal meteen voor je achter die spoorboom aangaan. Ik heb nu al het vermoeden wie daarachter zit. Wie dan? Ja, dat kan ik nog niet zeggen omdat ik mijn beweringen nog niet echt hard kan maken. Kinderen, we gaan weer beginnen hoor. En Otto, jij doet ook mee. Nee, ik doe niet mee. Ik kan niet spelen en ik geloof er niet in, dat weet je. Sterker nog, je moet meedoen, want er was een man bij. Ah. Anders klopt het niet. En Ingrid heeft ons de vorige keer zo uitgebreid de scène in de treincoupé verteld. Die gaan we nou zo letterlijk mogelijk gaan we die spelen. Hoe oud was jij, denk je? Ik was net voor het eerst ongesteld geworden. Ja, en ik voelde me doodongelukkig. En papa en mama hadden ruzie gehad. Uh-huh. Ja, en mama en ik gingen met z'n tweeën in de trein naar tante Carla, ja, in Eerbeek. Meneer, hou jullie daar nou toch eens mee op? En in die trein kregen mama en ik ruzie. Ja. En daar heb ik die bittere smaak van overgehouden, want mama maakte een ruzie dus nooit af. Ja. En daarom zijn ze bij mij blijven hangen. Ja, dan maar bij. Maken ze wel af. Kijk eens, voor jou een pop, hier, zo, en ik een plu. Nee, wacht. En toen had ze ook die hele dure oorbellen aan. Ja. God, ik tril gewoon. Nee, je moet er even doorheen, hoor. Otto, let je op. Ik ben zo bang. Stel, schat, niet zo hard. Ze kunnen je hiernaast horen. Ik ben zo bang. Heb je niet gehoord wat ik zei? Hoe lang duurt het nog? Blijf van je nagels af. Ik ben zo misselijk. Niet zo misselijk als ik. Ik wil terug. De kaartjes graag. Die hebben we niet, conducteur. En waarom hebben we die niet, mevrouw? Mijn dochter heeft de kaartjes per ongeluk verscheurd. Dus niet waar? Uw dochter heeft de kaartjes per ongeluk verscheurd? Ja, en ze is er helemaal van overstuur. Nee, dat is niet waar! Stel, papedijntje, zo erg is het helemaal. Dat is niet zo mooi, hè? Nou, conducteur, alsjeblieft, hè. Maakt u het niet een beetje erger dan het al is?
Mijn dochter is toch al zo labiel. Altijd maar misselijk en misselijk. En misselijk. En ze wil niet groeien en ze wil niet leren. En ze jokt aan een stuk door. Dat is helemaal niet waar, conducteur. En overgeven. Ik loop de hele dag mijn tentje achter eraan. Dat kan erg zijn. Oh, is verschrikkelijk. Ik heb er vroeger ook veel last van gehad. Van misselijke momenten. Ja. Niet zo hevig als mijn dochter. Wilt u niet even gaan zitten? Nou, ik heb nog zoveel te doen, hè. En de trein is nog zo lang. En u zit pas in het begin, hè. Oh, zoals u staat wel, maar zoals ik zit, zit ik helemaal aan het eind. Nou, ik wil wel even bij u komen zitten. Wat een schitterende oorbellen hebt u daar. Ja, van mijn grootmoeder. Antiek. Peperduur. Zijn me zo dierbaar, kan de waarde en geld bijna niet schatten. God. U lijkt me zo'n begripvol iemand. Bent u al lang in betrekking? Ik heb net mijn jubileum gehad. Ik zit nu 35 jaar in het vak. Ja, 35 jaar alweer. Zo, zo, zo. En tot ieders tevredenheid. Blijkbaar niet, want het is niet gevierd. Ha, wat moet dat sneu voor u zijn? Ik heb die kaartjes niet verscheurd. En dan hou jij een klerenkop, hè? Want anders gooi ik jou met je hele hebben een houden treinraampje uit. Zullen we zo een ander vaatje tappen? Ik ben juist met meneer in een goed gesprek. En meneer, zijn jubileum is niet gevierd. Heel wat erger dan jouw verscheurde kaartjes. Maar we hadden geen kaartjes gekocht. Oh, conducteur, hoe vindt u een kind wat haar moeder probeert te verraden waar ze bij zit? Het is de moderne jeugd. Ik heb zelf een zoon van 16. En die doet dat ook? Wat? Zijn ouders verraden. Nee, hij steelt. Iets van nut? Dat loopt uiteen. Van drop tot complete geluidsinstallaties. Dat hangt nou gewoon helemaal van zijn humeur af. Hij verraadt u niet? Nee, nee, dat doet hij niet, nee. Maar als uw dochter, hoe heet ze ook alweer? Ingrid. Ingrid, u verraden heeft, dan hebt u dus geen kaartjes gekocht. Conducteur, ik dacht eigenlijk dat we dat station gepasseerd waren, hè? Zaten we niet al in het spoor van de intermenselijke levensproblemen? U bent een wijze vrouw. Nou, een verstandige conducteur. Nee, mama had geen geld bij zich en daarom kon ze geen kaartjes kopen. Ja, dat moet ze zelf weten, maar dan hoeft ze mij toch niet de schuld te geven? Jij bent een eigenwijs kind. Ik heb zelf een zoon van 16, dus ik kan weten hoe eigenwijs kinderen kunnen zijn. En mama keert ook altijd mijn spaarpot om. Ach, hou toch je mond. Ondankbaar nest dat je er bent. Zeg, conducteur, zou u een klein beetje op uw woorden willen leggen? Het is en het blijft mijn dochter. En ze is vandaag voor het eerst ongesteld. Ga voor haar door het vuur. Dat doe ik voor mijn zoon ook. Maar ze moeten wel hun plaats kennen, hè. Vindt u het leuk om in de kaartjes te knippen? Soms. Maar ik praat tijdens mijn werk liever niet over mijn werk. Ik praat thuis al genoeg over mijn werk. Juist. En s'nachts. S'nachts heb ik er nachtmerries over. Kan ik me voorstellen? Droomt u wel eens over uw werk? Als u er geen bezwaar tegen hebt, conducteur, wou ik het gesprek graag niet al te persoonlijk maken. U bent weliswaar een geuniformeerd iemand van de Nederlandse spoorwegen. Maar voor hetzelfde geld schuilt er een heel ander personage in u. Met zeer bedenkelijke kanten. Dus ik wil wel het een en het ander over mijn dochter kwijt, dat ze altijd ruzie met me zoekt en me aan plein publiek verraadt en het hele huis anders beurt. Maar wat mijn intieme zelf betreft, wou ik er graag
zwijgen toe doen. Dat kan ik respecteren. Ik heb geen privacy. Ik heb geen privacy. Als jij volwassen bent, krijg jij nog privacy genoeg. Zorg jij maar eens eerst dat je op een normale manier volwassen wordt. U slaat de spijker precies op de kop. Ik ga maar weer eens verder. Dat was een heel bemoedigend gesprek. En graag zie ik u in de volgende trein weer terug. U doet mij denken aan mijn eigen moeder. Oh, dat zeggen ze zo vaak. Ja, mijn eigen moeder was politieinspecteur. In een klein gehucht. Mag ik u daar nog iets over zeggen? Nee, nee, ik wil terug. Als u er niet te lang over uitweidt. Mijn moeder heeft de zwaarste misdadigers van deze eeuw ingerekend. Manus Olie, het goede heertje, noem maar op. Gerrit, hè, de stotteraar. Moet erg prettig voor u zijn zo'n moeder te hebben. Pst. Ik ga maar weer eens verder. Wat ben jij toch een secreet? Nee, dat ben jij. Jij liegt en jij maakt mij belachelijk. Hou je mond. Ik schaam me dood. Het is geen taal voor een kind. Passagiers hiernaast kunnen je horen. Ik hou niet van je. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik bedoel, je moet niet zeggen ik hou niet van je. Zeg wat anders. Wat is er? Nee, niks. Gewoon zeg wat anders. Ja, wat is er nou? Zeg wat Ingrid. Hoef het er alsjeblieft niet over te hebben. Ik zeg je toch dat ik het er niet over wil hebben. Maar wat zit je nou dwars? Zet me toch niet uit te horen. Ik heb geen dochter. Punt uit. Zo. Nou, dat weet je nou voorgoed, voor altijd. Ik ben geen moeder, ik heb geen dochter. En nou schrijven we erover uit. Wat krijgen we nou? Ingrid, alsjeblieft, zeg. Met Otto praat ik er ook niet over. Nou, we zitten in jouw scène. Het is de treincoupé en jij werd weer getergd door je moeder. Zeg, ik ben er nou helemaal uit. Nee, ik bedoel dat jij nou... Ik begrijp er echt niks meer van, hoor. Ga door. Maar ik kom hier absoluut op terug. Rot, mama! Ik neem jou nooit meer mee. Afschuwelijk kind wat je bent. Jij maakt je moeder te schande. Jij probeert je moeder te breken. Weerzinwekkende dochter. Zo. En nou pak ik jouw oorbellen en die gooi ik het treinraampje uit, omdat jij mij altijd zo pest. En dat is echt gebeurd, hoor. En jouw moeder furieus. Dat zal jou berouwen. Daar zul je je leven lang spijt van hebben. En ze sprak weer 2 weken niet tegen me. U krijgt twee noodkaartjes van mij voor deze ene keer. We zijn er al lang weer uit. Ja, ik had die oorbellen niet weg moeten gooien. Het waren dure oorbellen. God. Dat had ik niet moeten doen. Je had groot gelijk. Of ze duur of goedkoop waren, doet er niets toe. Je had het volste recht om ze uit het raampje te gooien. Hoor je? Hey. Ja. God, je was zo kwetsbaar. Toch geloof ik niet in jullie werkwijze. Omdat jij daar niet voor open staat. Maar het is zo absurd, hè? Wat? Ik herinner me nu sommige zinnen die ik letterlijk heb gezegd. Wat eng, hè, dat kan. Nou, het gaat mij ook steeds makkelijker af. Ja. Ja, want dat onverwachte harde, dat krijg jij ook steeds meer. Ja, maar zo was het ook. Want door die harde reacties van mama... vergat ik wat er daarvoor gebeurd was. Huh? Weet je, zoals je na een ongeluk de periode van voor het ongeluk vergeten kan zijn. Ja. En dat is ook zo met die strandscène. Ineens was ze dood. Maar wat voor ruzie eraan vooraf is gegaan, dat weet ik niet meer. Nee, wat heb ik gezegd dat zo fataal kon worden? Daar komen wij achter. Ja. Nou, moet ik echt gaan, hoor. Ja. Ingrid, doe heel kalm aan deze week. De vis. Ja. Dag, Otto. Dag, Ingrid. Ik vind jullie eng. Ja, maar ik moet volgende week wel alles over jou weten, hoor. Wat ik niet zeggen wil, zeg ik toch niet. Ja, hallo. Dag. Dag. Zou mij nog terugbellen? Hè? Op
Wie is dat? Want dat is weer die 8 personen zo op de hoogte. Ja? U bent zo onbeschoft. U gooit de hoorn op de haak, belt mij niet terug terwijl u dat wel belooft. Beseft u wel dat ik een moeder van 4 kinderen ben en dat we alle 4 honger hebben? Ik verdien bij door telefonisch koopkoops en grote grote personenauto's te verkopen en u probeert mij dat werk onmogelijk te maken. Begrijpt u wel wat er in een moeder om kan gaan? Nee, kinderen, deze mevrouw gunt jullie het niet. Het is dat ik gisteren een vork heb teruggekocht, anders had ik het helemaal wel kunnen schudden. Dat is nou de moderne maatschappij. Bent u er nog? Ik wacht. Ik heb geduld. Altijd gehad ook. Nou, ik begrijp het niet. In die tijd dat jij nu gewacht hebt, waren ze normaal al 2 keer gegaan. Iemand heeft in de gaten dat ik warm begin te worden. Dat zou heel prettig zijn. Zeg, waar blijft Sylvia al lang weg? Ze wilde alleen maar een parasol of een windscherm kopen. Meer niet. Misschien is het druk. Doet ze het weer? Gaat ze er weer dingen voor kopen? Dat moet ze niet doen. Dan wordt het allemaal veel te belangrijk door. Dan moet je me toch niet kwalijk nemen. Maar jij werkt er zelf aan mee. Jullie zijn gezamenlijk die doodlopende weg naar nowhere ingeslagen. Ja, en we moeten terug. Sylvia kan er niets anders meer denken dan aan jou. Ze staat met je op en gaat met je naar bed. Ze werpen zich zo op jouw problemen dat ik er je haast bang van word. Nou, na deze middag is het voorbij. Sylvia kan zich zo opofferen, want nou ook heeft ze onze vakantie uitgesteld omdat ze dacht dat jij haar nodig zou hebben. Hebben jullie je vakantie uitgesteld? Ja, dat is op zich niet zo erg, een paar dagen eerder of later. Maar het is wel typerend voor Sylvia, jezelf wegcijferen. Ik ken haar nou 15 jaar, maar in die tijd heeft ze zeker 4 vriendinnen gehad, zoals jij. Met 20, 30 jaar leeftijdsverschil. En altijd stonden die vriendinnen in het middelpunt, dacht ze niet aan zichzelf, maar met jou gaat ze nog een stuk verder. Maar ze wil niks over zichzelf kwijt. Ja, en als je haar forceert, is het afgelopen hoor. Gaat ze weer alleen verder. Maar dadelijk komen Jurgen en Jenneke, dus we moeten wel opschieten. Ai. Daar gaan ze. En nou komt er dus geen trein. Nee. Idioot. Ja. Hij kan nog komen. Hij komt niet. Zeg, ze heeft dus al vaker vriendinnen gehad zoals ik. Leuk is dat. Moet je eens horen, Ingrid. Ja. Ik ben erg op je gesteld, dat weet je. Maar als je dergelijke problemen hebt, hè, dat je je schuldig voelt ten opzichte van je moeder, waarom ga je dan niet naar een psychiater? Ja, ik vind het nou zo zielig voor Sylvia, want die voelt zich verantwoordelijk. Nee, zeg, dat is helemaal leuk. Als je het van die kant benadert, dan kan ik er nou nog net bij hebben. Hou op, alsjeblieft. Trouwens, ik heb het initiatief niet genomen. Het idee van deze bijeenkomsten komt van Sylvia. Kijk, ik vind het fantastisch en nou, ik heb er ook een hoop aan. Ja, maar Sylvia wou het. Al die problemen, al dat schuldgevoel. Had je mijn moeder moeten zien, die voelde zich noodschuldig. Die heeft dus een groenteman in elkaar geslagen omdat hij haar een rotte prei verkocht had. Toen was ze 85, denk ik. Maar schuldig? Nee hoor. He, jullie fokken jezelf zo op. Doe toch normaal. Sylvia vindt het ook leuk wat we doen, hoor. Nou, ik hoop het voor je. Nou, ik ga nu achter die spoorbomen aan. Zeg, wie heb je eigenlijk gesproken bij de spoorwegen? Wat, welke afdeling? Ja. Oh, dat weet ik niet. Ik heb het probleem uitgelegd en toen werd ik doorverbonden. Nee, maar dat lukt je niet. Bob heeft gebeld, Jurgen heeft gebeld, Jenneke. Ze geloven je toch niet. De onderste steen moet boven komen, Ingrid. Het zal je niet lukken. Ja, u spreekt met Otto Pietersen. Ik had een probleem. Dat is afdeling, wilt u? Afdeling onterechte spoorboomsluitingen. Momentje. Het toestel is telefonisch in gesprek, wilt u wachten? Zeg, nou geloof ik wel dat ik alles heb. Het toestel is telefonisch in gesprek. Ik heb je gezegd dat je er niks voor moest kopen. Jawel, jawel. Dat zul je zien, dat helpt. Wilt u wachten? Ja, ik wacht. Wat heb je in godsnaam gekocht? Allemaal! Het toestel is nog steeds telefonisch in gesprek. Wilt u nog wachten? Hoe lang kan dat nog duren? Zoveel heb ik helemaal niet gekocht. Dat is moeilijk te zeggen. Ik mag het gesprek niet onderbreken. Dan konden we alles maar uitstellen. Straks is meneer er misschien niet meer. De kans bestaat dat mevrouw straks weg is, inderdaad. Hebt u een momentje? Nee, het toestel is nog steeds telefonisch in gesprek. Ik wacht. Zeg, wij gaan beginnen.
Hè? Het zal wel moeten, hè? Fantastisch. Heb je een momentje? Ja. Nee, het toestel is nog steeds telefonisch in gesprek. Dat u nog wachten. Ik bel zo wel terug. En? Ik heb zo'n idee dat we afgeluisterd werden. Hoe merk je dat dan? Ik hoorde iemand ademen terwijl de telefonist aan het praten was. Dat klopt niet. Lisa, hier gaan wij maar zitten. Ja, ik dacht dat je een tik hoorde als je afgeluisterd werd. Dat zou wat al te eenvoudig zijn. Nee, je hoort het alleen aan het ademen. Als ik iemand afluisterde, hield ik altijd mijn adem in. Al duurde een gesprek nog zo lang. Ik ademde niet. Nou, dan stik je toch? Tussen niet ademen en stikken ligt nog een wereld vol mogelijkheden. Als jij afluisterde met een koptelefoon op, dan kunnen die anderen jou toch niet horen ademen? Wij luisterden altijd met de gewone telefoon af. Een koptelefoon vonden wij zeer onsportief. We hadden altijd één beroepscode, nooit iemand afluisteren op een andere apparatuur dan de afgeluisterde gebruikt. Oog om oog, tand om tand. Hier gaan wij nou met z'n drieën de strandervaring doen. Nou, ik heb nu even de tijd. De spoorbomen zijn belangrijker. Het werk gaat voor. De BVD luistert steeds vaker af. Hè? Het streven van de overheid is om uiteindelijk iedereen boven de 12 constant af te luisteren. Iedere Nederlander krijgt een eigen nummer dat hij altijd bij zich moet dragen. En iedere Nederlander krijgt op een geheime plaats een eigen bandrecorder. Waar als er gesprekken op komen te staan. Is iemand op een bepaald moment verdacht, dan hoef je alleen maar dat nummer in te drukken. En als er gesprekken van wanneer dan ook, komen er zomaar uitrollen. Het wordt allemaal veel eenvoudiger. Maar ik schaf mijn telefoon dan af. Ook in huis gaat alles afgeluisterd worden. Ai, 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 ai. Nou zeg. Zeg het maar. Ja. Hoe was de situatie op het strand? Niet druk. Laat in de middag, eind augustus. Ja, zo'n warme dag die nog nagloeit. En wij zitten... Nee. Op een duimtop, zeg maar. Ja, want mama wou altijd hoog zitten, zodat niemand op haar neer kon kijken. Oh, ja. En ze voelde zich die dag al niet goed. Nee, ze was aan het kwakkelen, maar ze had nergens meer zin in. Nou ja, zeg, ze was 77. Nee, 78. Nou, doe maar. Hier, zeg het vooruit. Daar gaan we. Ja, het moet, hè? Ja, je moet er even doorheen. Ja, zeg, ze stond er geen wind? Ja, behoorlijk. Nou, kunnen we het dan niet laten waaien? Heb je geen ventilator? Yes, ik heb er wel een, maar ja. Is dat nou niet een beetje overdreven? Nee, laten we het zo realistisch mogelijk doen. Ja, nou, ik doe wat je zegt, maar ja. Ik weet niet of het goed jawel, is. Jawel, hoe realistischer, hoe beter. Ja. En nee, toe zeg, geen schrik.